Ja, jan het laat zich waarschijnlijk raden, maar jouw mooiste herinnering aan een Feyenoord-PSV, vertel het maar. Ja, dat was in het kampioensjaar, uh, twee jaar geleden, een uh, thuiswedstrijd. Uh, ja, scoorde ik, toch ook weer niet, maar ik uh, <laughs> tel hem nog steeds als de doelpunt. Ja, het was ook toen het moment, hè. Uh, de laatste tien wedstrijden, volgens mij in die kampioensrace, zaten jullie zo bepalend, want voor het gevoel was PSV toen echt op achterstand gezet, definitief. Ja, klopt. Uh, het was een uh, belangrijke wedstrijd. Uh, PSV konden we eigenlijk uh, uitschakelen voor de titelrace. En, uh, ja, we moesten eigenlijk ook winnen om eerste te blijven en uh, ja, dat gebeurde gelukkig. Ook al is het zondag pas begin december, hè, zijn de rollen wat dat betreft omgedraaid? Dat als PSV nu wint, dat jullie, dat jullie eigenlijk al uitgeschakeld zijn voor de titel? Uh, nou, wat je al zegt, het is pas uh, begin december. dus uh, ja, Wij kijken niet ver vooruit en het uh, ja, focus is gewoon volledig op zondag. Want de belangen is er wel. Hè. Als je een positief benadert, dat gaat verkleinen. Ja, die, be die belangen die zijn wel duidelijk al. Nee, zeker. En Het is ook gewoon een topwedstrijd. Dus, uh, het is vaak een wedstrijd die staat uh, los van, uh, van het begin van de competitie of uh, hoe een plo ploeg tot niet toe heeft gespeeld. Dat uh, is gewoon echt de, uh, ja, de vorm van de dag. en uh, ja, Die zullen wij zondag moeten hebben. Ja. Hoe kijk je eigenlijk naar PSV? Natuurlijk nog geen enkel punt gemorst dit seizoen. Dat is heel bijzonder. Vertekent dat een beetje of zijn ze echt zo goed? Nee, ik denk dat ze het gewoon heel goed doen. Uh, ook in de Champions League uh, afgelopen week hebben ze gewoon een goede wedstrijd neergezet. Dus uh, ja, ze zijn, uh, ze zijn goed bezig. Waar zijn ze wel te pakken? Nou, ja, iedere ploeg heeft natuurlijk zijn zwaktes. En uh, ja, wij hebben ook onze sterke kant, waardoor we, die moeten we uh, laten zien. En dan, uh, ik geloof in een goed resultaat. Ja. Welke zwaktes heeft PSV dan? Ja, je weet dat een ploeg. Uh, hier in de Kuip komt, het altijd lastig heeft. En uh, ja, dat moeten we ook gebruiken om een uh, goed resultaat te halen. Ja, jullie hebben ze natuurlijk in de Johan Cruijffschaal en de wedstrijd onder Cruijffschaal ook nog, ook nog gehad. Toen klopte jullie strijdplan. Ja, klopt. Alleen dat is uh, natuurlijk al wel weer een tijd geleden. Dus uh, ja, beide teams zijn ook wel uh, uh, verder. En ik denk dat, uh, dat dit een andere wedstrijd wordt. Uh, nu spelen we ook thuis en is competitie. Dus uh, ja, wij zullen vol voor een uh, goed resultaat gaan. Jullie hebben zelf vorig seizoen Champions League gehad, hè? PSV heeft dat dit seizoen. Waar merk je dat nou nog in terug, als je een paar dagen later zo'n belangrijke wedstrijd, zo'n zware wedstrijd ook, ook speelt, wat zij gaan hebben? Ja, eigenlijk niet. Uh, je hebt genoeg rust ertussen om weer uh, volledig op te laden. En uh, ja, zulke soort wedstrijden kunnen je ook uh, positieve energie geven. En, ja, ik geloof niet echt in uh, dat dat een ploeg uh, nadelig beïnvloedt. Hey, uh, Erik Bottegien is deze week uh, heeft, kan niet alles meetrainen. Het is sowieso onzeker of hij uh, wel of niet meedoet. Waar mis je het aan als hij niet meedoet? Jij staat naast hem? Ja, is gewoon een hele goede speler, goede verdediger. Uh, die, uh, ja, die, altijd, die er altijd staat. Dus uh, ja daarin mis je hem natuurlijk. Nou, ja, jullie waren ook maatjes in het kampioensjaar natuurlijk. Hè. Dat, dat, schept dat nou inderdaad zo'n zo extra band als je dan samen in zo'n mooi jaar hebt, hebt gespeeld, of ebt dat ook weer weg? Nou, dat app niet weg, want uh, ik moet zeggen dat we elkaar, uh, ja, dat we elkaar goed uh, begrijpen. En uh, we kunnen ook buiten het veld goed met elkaar omgaan, dus dat verschilt ook. Ja, het zou al fijn zijn als die er gewoon bij is, dus. Ja, tuurlijk, maar we hebben een goede ploeg, dus uh, het komt goed.